Vandaag reageer op Mi Alexi 2.0. Do you get to hear me now? Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag ga ik reageren op Alexi 2.0. We gaan maar snel met de video starten. Want deze video is al 15 seconden bezig ofzo. En ja, we gaan rap starten met deze nieuwe video. Die op dit moment opgenomen wordt. En ja, zie jullie zo dadelijk. We zitten dus op Alexi's en Facebook, op Alexi's en YouTube kanaal. En wat er mij al direct opvalt is de banner. Goeie banner. Maar waar we voor gekomen zijn is, wat zat er allemaal in mijn boekentas van de lagere school? Ja. Yo, Alexi. Nice intro. Alexi, nice intro wel van deze video. Kei nice intro. Legend met die Aldi zaak. Echt legend met die Aldi zaak. Ik moet dat maar zeggen. Yo Alexi. Ja, het was meer dan 6 dagen geleden. Allee, het was ongeveer 6 dagen terug dat hij de video heeft online gesmeten van wanneer vergaat de wereld. Denk eens na. Is een moeilijke taal om te leren. Best wel nice, Alexi. Lagere school heb ik ook nog gezeten. Ik heb ook nog dingen van de lagere school liggen, geloof ik. Als jullie willen dat ik daarover een video maak. Ik heb nog dingen van de middelbare school liggen ook. Als jullie daar een video over willen zien, reageer dan zeker hier beneden in de comments. Wat jullie willen zien van de lagere school of middelbare school. We gaan verder met de video. Alexi, lege papieren? Maar ja, lege papieren kun je nu opschrijven ook nog wel in je school. Dikke SO naar juffrouw Vivi. Ja. Alexi, Sinterklaas is pas volgende maand. Best wel nice. Dat heb ik eigenlijk ook nog wel gedaan. Op de middelbare school zelfs nog geloof ik, op de lagere en middelbare. Zo van die van de hand gedoe. Het was even een voice crack daar juist. Ik weet dat ook niet, Alexi.
Your faces, one. Ja, chique Alexi, je hebt goed je best gedaan, ja. Ja. Ja, graag. Geef maar. Dat is zelfs te groot, te klein is. Ja, jongen, safety first. Graag gedaan, bro. Oei, mijn belletje. Mijn belletje gaat niet aan. Sorry, bro, mijn belletje gaat niet. Ik heb hem toen getipt. Ik heb hem toen getipt. Legend met die alde zaak. En nu gaan we, wanneer vergaat de wereld, denk eens na, bekijken. Laat me maar eens, G. Doei. Kijk, ik pak weer eens van die snoepjes, die zijn bijna op. Putje? Quality content. Quality content. Hey Alexi! Hey Alexi! Spooky! Ja. Ja. Het was toen de eerste. Het was van vorige week maandag. Ja, vertel het me maar, Alexi. Homo sapiens sapiens. Homo futurus. Nice. Maar wat mijn idee dan is, dat is dan iets tegenovergestelde juist. De aarde wordt nu toch
super, super, super warm. Dat we met auto's rijden. We gebruiken zoveel energie. De aarde wordt zo warm. En ja. De aarde wordt zo warm wordt. Dat het gewoon een vuurlandschap wordt. Of wat dan ook. En dat allemaal vulkanen gaan barsten, uitbarsten ofzo. En dat dan zo de aarde gaat kapot gaan. Denk je niet? Ik denk niet dat we dan eens koud gaan. Dat gaat ook nooit gebeuren. Voor de aarde dat er helemaal uitgebrand zijn vooraleer dat de zon zal weggekrompen zijn. Ja. Dat is mijn mening. Dan, van mij ook eigenlijk wel. Van andere media, van de nabije toekomst, van dat het allemaal kletterlijk zal zijn. En ik ben dus gaan opzoeken op Wikipedia. Daar heb ik dus allemaal datums gezien van nu rond deze tijd. Van wanneer dat de wereld zal vergaan, dat klopt dus niet. Hè? Want ik heb je dus gezien, 23 september 2017. Dat de wereld dus vergaan en dat was dus door Meed. Dan heb ik iets gewonnen en dat vond ik heel verdacht. 18 april 2018. Dan heb ik van, dat is al geweest. En daar staat ook die naam bij. Dus heb ik, je ziet het ook hier naast in het beeld. Daar staat je naam bij, dus dat vond ik dat verdacht. Maar die datum is al geweest, dus dat zou wel niet waar zijn. Dan wat ik nu heb gevonden, daar zou ik me niet zoveel bang van maken. Want het staat dus 2028 tot 2048. Dus in die tijd zou de wereld gaan. Ik ook niet. Mijn mening, ik vind dat. Ik weet niet wat jij vindt. Dat is uw mening. Ik vind dat het wel zo is. Maar wat ik dus ook heb gezien, ja. Dat vind ik ook wel iets heel actueels eigenlijk. Dat wij, de mens, misschien die 5 miljard jaar niet gaan halen, want dat de zon is afgestorven. Misschien hebben we elkaar al allemaal zelf al helemaal uitgegroeid. Bedoel ik mee? Dat kan. Ja. Zou het dan niet veel eerder dan die 5 miljard jaar uitgestorven zijn? Ja. Als je er zo van nadenkt. Het kan morgen gedaan zijn met ons. Omdat we zoveel uit zijn drijven. We zijn zoveel kunnen met ons leven. We zijn niet meer gewend op de wereld. Dus ik dan met ja. Het zorgt er helemaal voor dat met Trump dus. Het kan dus heel snel gedaan zijn met ons. Ja, Alexi. Er kwam een komeet en de dinosaurussen waren uitgestorven. Ja, dat was dus de tweede video van Alexia die we bekeken hebben. Nu gaan we parody 100 subs Rockabye Me Time nummer 3. Wat 1 jaar geleden is en 1,6k weergave heeft. Maar wel 24 dislikes, maar 105 likes. Zonder reden. Ik wist niet goed wat ik nu kon doen. Dus ja, is helemaal niks goed. Ik wist ook niet goed. Wat kan doen nu? Dus nu ga ik naar buiten. Gaan lopen. Zingen. Op de leuke trampoline. Helemaal. Ja, ik is helemaal niet, nee. Dus ik ga het wel gaan doen. Ik kreeg van een gekke man. Ik wist niet goed wie dat, ik wist niet goed wie dat was. Dus geef me wat toe, wat ik wie was dat? Die gekke man, daar gaat me boeien, ik ga nu verder. De hand was, Nee, met de nul. Wat moest ik nu toch doen? Ja, ik wist het niet. Zeg maar, dat is echt heel erg. Dat kon ik echt helemaal hem doen. Oh, dus buiten, het gaat niet die ik me dan zet dansen op de vloer. Dat vond ik cool, ja, dat vond ik cool. Wat is er, dat is een camera daar. Oh, gaat veel ballen. Dat vind ik heel erg stuk. Dus ga lopen, en dat moet je achter de bal, ja, dat moet je doen. Springen op de trampoline, ja, dat is heel fijn. Springen op de trampoline, en ik spring.
Dat is heel erg. Oh nee, daar is een gekke man weer. Ben je een fan van mij? Oh, je hoort hier mij. Mia Lexi, Ja, we hebben genoeg gereageerd op video's van Alexi. Ik ga verder naar het eindstukje naar de outro. Dit was dus reageer op Mi Alexi 2.0. Vonden jullie deze video tof? Ga dan zeker abonneren op mijn kanaal. Abonneren op het kanaal van Alexi. En ja, ik zie jullie guys morgen weer met een nieuwe video. Ja, het uploadschema is terug gestart. Yay! Applaus voor mij, applaus voor jullie. Dus ja, zie jullie guys in een volgende video die morgen online komt. Ask altijd Dylan! Maar ja, ik zie jullie morgen. Ja, yo guys! You get to hear me now.